Goedemorgen, broeders en zusters, vrienden. Heel hartelijk welkom in de naam van onze Heer Jezus Christus, de opgestane Heer, de Koning der Koningen. Hij regeert. Hij regeert over alles, maar ook over ons leven en ons hart. En ik wil u vragen, zowel het eerste lied als een welkom naar Hem toe. Ook als een belijdenis, hoe groot en machtig Hij is. Zullen we dat staande gaan zingen en zo deze dienst tot eer van Hem beginnen. Hij maakte de wateren met zijn hand, sprak en schiep de zon. En hij zei, het is zeer goed. Hij maakte de wateren met zijn hand, sprak en schiep de zon. Waar de mensen wonen kon. God schiep de aarde in al haar kracht, bergen, zee en land. Toch zal dit allemaal ooit vergaan, maar zijn woord houdt eeuwig staan. Kom, laten wij kwam op de aarde voor jou en mij, verliet zijn hemels koninkrijk. Kom, laten wij aanbidden, ons buigen voor de Heer, de Koning der Leeuwen, en kom toe de dank en eer. Kom, laten wij aanbidden, de Schepper. Goedemorgen. Als je dan 's ochtends het raam uitkijkt en je ziet de zon schijnen, wat is het dan geweldig om te zien dat de lente er weer aankomt. Ik word daar zo blij van. Maar in ieder geval, van harte welkom. Ook voor degenen die via livestream deze dienst meemaken. En we zien uit
naar wat God ons te vertellen heeft. In deze dienst hoopt broeder Pieter van den Berg voor te gaan. Welkom, broeder. Hij groeide op in Zwartsluis. In 1984 trouwde hij met Janne Imker. Samen kregen ze 4 kinderen die inmiddels weer hun eigen weg zoeken. Broeder van den Berg studeerde aan verschillende universiteiten. De 1 Petrusbrief is zijn specialiteit. Hij geeft hierover verschillende cursussen. Hiernaast verkondigt hij het woord van God in erediensten van gemeenten met verschillende achtergronden. Vanmorgen zijn er 2 collecten. De eerste voor de gemeente algemeen. En de tweede collecte is bestemd voor de rente en de aflossing van het gebouw. Vorige week zaterdag, 22 februari, is in het gezin van Christiaan en Marlene van de Brink een dochter geboren. Ze noemden haar Tirza Joelle. Uniek, klein, lief, bijzonder, Gods wonder. Nou, Christiaan en Marlene, van harte gefeliciteerd. Ik weet niet of Christiaan er is. Nee, dus. Nou, van deze plaats, van harte gefeliciteerd. Ik zal een kaartje ophangen op het prikbord. De bloemen gaan vandaag naar Elje Kim en Jannie Nuiten. Ze zijn morgen 25 jaar getrouwd. Ik weet niet of Elje Kim en Jannie er zijn. Nou, van harte gefeliciteerd. De bloemen zijn voor jullie. De fontein wordt vrijdagavond schoongemaakt door de huiskring van Klaas Hessel en Alice Hoefnagel. Ik wilde met u een stukje lezen uit 1 Johannes 3, vers 1 tot 3, in combinatie met 1 Korintiërs 13. Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Wij worden kinderen van God genoemd en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld ons niet kent. Geliefde broeders en zusters, we zijn nu al kinderen van God. En wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard. Maar we weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn wanneer Hij zal verschijnen. Want dan zien we Hem zoals Hij is. Ieder die dit vol vertrouwen van Hem verwacht, maakt zich rein, zoals Hij ook Jezus rein is. In het kader van de geestelijke groei lazen we in de afgelopen tijd 1 Korintiërs 13. En daar staat dit stukje: de liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon, geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof, niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Wat mij persoonlijk aansprak in dat stukje is het feit om je eigen naam in te vullen in de plaats van het woordje liefde. En de aanverwante woorden. Een echte binnenkomer. Het is dan ook volstrekt duidelijk als je in plaats van die woordjes het woordje Jezus zegt, dat je zonder Jezus dit ook niet kunt waarmaken. Als ik hier mijn eigen naam neerzet, is Lau geduldig en vol goedheid? Kent Lau geen afgunst? Dan kan ik maar 1 ding zeggen. Jezus is geduldig en vol goedheid. Jezus kent geen afgunst. Geen ijdel vertoon van geen zelfgenoegzaamheid. Jezus is niet grof, niet zelfzuchtig. Jezus laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Jezus verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alleen met Jezus kan ik dit waarmaken. Het is dan ook geweldig dat Johannes meldt dat we moeten bedenken hoe groot de liefde is die de Vader ons gegeven heeft. Jezus. In 1 Johannes 3 staat ook nog: wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard. Maar we weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn wanneer Hij zal verschijnen. Want dan zien we zoals Hij is. En Paulus zegt in 1 Korintiërs 13 eigenlijk het met dezelfde woorden.
Nu kijken we nog in een spiegel, in een wazige spiegel. Maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt. Maar straks zal ik hem volledig kennen. Maar dan op de manier zoals ik gekend ben. Alles wat beperkt is, zal vergaan, zegt Paulus. Maar de liefde zal nooit vergaan. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Laten we samen God danken voor wie hij is. Dank u wel, lieve Vader, dat u zo vol liefde bent. En dat u degene bent die ons leidt. En uw liefde in ons hart wil bewerken. Heer, ik dank u voor wie, voor die grote liefde. En voor het offer wat u bracht op Golgotha. Heer, ik wil danken voor deze morgen. Als we de zon op zien komen, Heer, dan word je blij. Dan verlang je weer naar de lente, naar de zomer. Heer, wat is dat mooi. Dank u wel daarvoor. Heer, ik wil ook danken voor deze dienst. Heer, wilt u met uw Heilige Geest hier vanmorgen en ieder aanraken op zijn of haar wijze die zij nodig is. Heer, en ja, ik wil tevens danken voor het feit dat we hier in vrijheid mogen samenkomen. Heer, dat, er zijn zoveel, zo verschrikkelijk veel plaatsen op de wereld die, waar dat gewoon onmogelijk is. Heer, en dat broeders en zusters in geheim moeten samenkomen. Heer, wilt u hen zegenen, wilt u hen bemoedigen, omarmen met uw liefde en met uw geest, Heer. En dat ze ondanks alles lichtdrager kunnen zijn, Heer, en dat vijanden zullen zien wie Jezus is. Heer, ik dank u dat u het niet uit uw hand verliest. Heer, ik wil ook bidden voor de situatie in Kiev, in Oekraïne. Voor de situatie in Egypte, in Syrië. Heer, en ik wil bidden voor het Joodse volk. Heer, zegen, zegen deze mensen. Heer, en laat zien wie Jezus is. Heer, ik wil ook bidden voor, of danken voor de familie van de Brink, Heer, die een dochter hebben gekregen. Heer, en we leggen ze aan uw voeten neer. Heer, zegen hen, zodat ze ja, van u het gereedschap in handen krijgen om dit kind op te voeden en aan uw voeten te brengen. Heer, ik dank u voor wie u bent, voor het feit dat dit kleine meisje, Heer, door u gewild is, door u gemaakt naar het evenbeeld van u. Heer, wilt u met hen zijn? Zegen hen. Heer, ik wil ook danken voor onze broeder Elja Kim en zuster Jannie Nuiten, Heer, die 25 jaar getrouwd zijn. Heer, zegen hen. Heer, en wilt u hen helpen en bemoedigen, Heer, en dat ze ook in deze een lichtdrager zijn. In een wereld die zo vol is van, ja, van scheiding en van alle ellende die eraan verwant is. Heer, maar zegen hen. Ik dank u, Heer, dat voor deze broeder en zuster, Heer, voor wie ze zijn. Heer, en wilt u hen zegenen met hun gezin. Heer, en ik wil ook danken voor de situatie van Marco Moens, Heer, dat het meegevallen is. Heer, en wilt u hem zegenen. Heer, ook in de, ja, in de spanningsvolle tijd die hij meemaakt. Heer, en zo wil ik dat in gebed bij u brengen. Heer, familie Lok. Heer, mevrouw Lok, dat het zo goed gaat met haar, been. Heer, en ja, het is niet niets dat, ja, dat je been wordt afgezet, Heer, en zegen haar ook. En wilt u uw zegen uitspreken over het herstelproces daarin. Heer, zo dank ik u voor al deze dingen. Heer, en leggen we deze dienst in uw handen neer. Ik dank u voor wie u bent, voor uw grote trouw, voor uw liefde. In Jezus' naam. Amen. Gezegende dienst. Terwijl de collecte nu rondgaat, zingen wij het lied Hoor de roep van de koning, kijk omhoog naar de zoon. Zijn dat opstaat voor zijn zoon.
ben ik benieuwd. Zijn er ook kinderen in de zaal die deze afgelopen week bij de vakantiebarbecue waren? Oh, ik zie behoorlijk wat vingers. Leuk hoor. Als het goed is hebben jullie ook geleerd dat je lekker kan zingen als je staat. Zullen we met z'n allen gaan staan? Dan lijkt het net of ik daar op die heuvel sta. Ik zie het houten kruis, zie wat de mensen doen. Dat Jezus sterven moest, want dat gebeurde toen. Ik hoor opnieuw zijn stem die roept, het is volbracht. En mogen nu alle kinderen naar hun eigen diensten toe. Dag liefie. En met elkaar als gemeente de Heer Jezus zoeken. En zijn stem mogen horen door het woord wat hij ons brengt. En hem de dank van ons hart te brengen. En Oscar Loas zei eens in een preek, huilen en lachen en knielen, alles mag. Want dit is de plaats daarvoor. Te midden van de gemeente mag dat. En het volgende lied, dat gaat over het afbreken van muren. Wij kunnen zoveel muren hebben in ons leven. Onze God is een God van relatie. Hij wil spreken met ons. Hij wil dé rol spelen in ons leven. Hij houdt van u. Hij stierf voor u. Hij stond op voor u. Hij heeft verlossing en bevrijding gebracht. Heer Jezus Christus deed dat, omdat hij van u houdt. En als er muren zijn rondom je hart, rondom je leven, in relaties naar andere mensen toe, of om jezelf heen, dan mag je dat bij hem brengen. Dan mag je dat in zijn handen leggen. Want Heer Jezus neemt het aan, neemt het van je over. Hij heeft alles gedragen, zegt het woord. Alles gedragen. Niet alles is nu al weg, maar hij heeft het wel allemaal gedragen. Je mag het aan hem geven. Al je pijn en al je moeite. Al je twijfels en al je hoop. Leg het maar in zijn hand. En breek die muren af. Hij geeft verlossing. Hij geeft bevrijding. Zullen we de komende paar liederen gaan staan
op deze heilige grond. En geef jezelf over aan de Heer Jezus Christus, want Hij wacht op jou. Hij wacht op jouw hart. Hij wacht op onze volkomen toewijding en overgave. En ik weet dat is niet zo makkelijk. Maar dit is de plaats waar de Heer ons zegen. Die Jezus heeft gebracht voor u en mij, dat opent onze hart tot de Vader. Thank you.
Mogen we komen bij die rivier van genezing, die rivier van vrede, bij het levende water, Jezus Christus, uit wie alles ontspringt, die in u en mij wil wonen en hemzelf tot een fontein van blijdschap wil maken. Thank you.
Ja, Vader in de hemel, hier staan wij voor uw aangezicht. Dank u wel, Heer, voor uw grote liefde en uw genade. En Heer, ik wil u vragen, wilt u alles wat wij nu bidden tot u, wilt u dat aanvaarden? En broeders en zusters, zullen wij een paar tellen nemen nu, om een geliefde die nu in uw gedachten komt, die nog niet gered is, of die ziek is, of die de Heer Jezus zo nodig heeft, om die nu gezamenlijk, want dit is de plaats waar de Heer ons zegent, voor zijn troon te brengen. Spreek het maar uit naar hem toe. We hebben een Vader in de hemel die u hoort. Wat geweldig is dat. De schepper van hemel en aarde kent de verlangen van je hart. Hij weet wat je hem vraagt. Amen. Amen. Gaat u zitten. Heer, aan uw voeten, dat is de beste plaats. Heer, en we zien uit naar wat u vanmorgen door onze broeder tot ons wil zeggen. Heer, wilt u de woorden in zijn mond geven, Heer, en we zien verlangend uit. Jezus, onze Heer. Broeder, ik zegen je in de naam van Jezus. Amen. Amen. Goedemorgen, allemaal ook, broeders en zusters. Zo, van alle gemakken voorzien. Ik ben door Lois ook vooraf geïnformeerd over het prachtige thema wat jullie hebben opgezet. Ja, thema geestelijke groei vanuit Johannes 15 en de gelijkenis van de wijnstok. En daar wil ik heel graag bij aansluiten, bij dat thema. En wat me opviel was dat er in de beschrijving benadrukt wordt dat geestelijke groei alles te maken heeft met verandering. En het is geweldig dat jullie, gemeente, broeders en zusters aan de slag gaan met verandering. Want we hebben gezongen, alles breng ik bij u, leg ik voor u neer. Maar om te laten gebeuren wat God in jou wil doen, je veranderen naar dat beeld in die ontmoetingen. Oh, dat is moeilijk. We kunnen er makkelijker over zingen dan dat we dat laten gebeuren. Maar bij God is alles mogelijk, gelukkig. En Jezus wijst ons de weg. Het doel van die verandering, van die geestelijke groei, is vrucht dragen voor onze God en Vader. Bijdragen aan de wijn voor onze Vader. Dat is het thema van vanmorgen. En over dat proces van verandering, daar wil ik het graag met jullie over hebben. Een paar jaar geleden, in juli 2010 om precies te zijn, heb ik hier ook gesproken over de wijnstok.
vanuit Johannes 15. Toen lag de nadruk op wat Jezus bedoelt met vrucht aan die wijnstok. Kort samengevat is vrucht alles wat ontspringt aan Jezus. En wat via ons teruggaat naar de Vader. Dat is vrucht. En vanmorgen wil ik de nadruk leggen op hoe moeten we nu veranderen? Hoe moeten we nu gesnoeid worden? Zodat het tot die vrucht komt. Ik begin met te lezen van de eerste 8 versen uit die gelijkenis. Uit Johannes 15. Ik lees uit de NBG, ik projecteer het nu niet. Luisteren is best goed. Ik vervang een paar woorden, onder andere de woorden gij en jullie. Jezus zegt daar, ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En elke rank die wel vrucht draagt, die snoeit hij, die zuivert hij. Die schoont hij op. Met het doel dat ze meer vrucht zal dragen. Jullie zijn al rein zuiver. Door het woord dat ik tot jullie gesproken heb. Blijf in mij. Zoals ik in jullie. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf. Als ze niet aan die wijnstok blijft. Zo ook jullie niet. Als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunnen jullie niets doen. Wie in mij niet blijft, is buitengeworpen. Als de rank zonder vrucht. Die verdort, de landman verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie blijven. Vraag wat jullie maar willen. En het zal jullie geworden. Het zal aan jullie gebeuren, zegt Jezus hier. Hierin is mijn Vader verheerlijkt. Dat jullie veel vrucht dragen en mijn discipelen zijn. De tekst is vers 7. Ik lees die nog een keer. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie blijven. Vraag dan maar wat je wilt. En het zal aan jullie gebeuren. Wat een belofte geeft Jezus hier aan ons. Vraag wat je maar wilt. En het zal aan jullie gebeuren. We gaan zien wat Jezus daarmee bedoelt. In die eerste preek, zoveel jaar geleden, heb ik verteld hoe ik ooit een wijnstok kreeg van Janne, mijn vrouw. En dat hij na 3 jaar een geweldige wijnstok was geworden. Met takken tot in de dakgoot. Alleen, er zat haast geen druif aan. Ik heb toen laten zien hoe ik uit een snoeiboekje, wat ik het jaar daarop gekregen had van iemand, hoe ik hieruit had geleerd hoe dat kwam, dat er geen druif aan kwam. En hoe ik dat zou moeten snoeien, zodat er wel vrucht aan kwam. Ik heb dat plaatje weer meegenomen. Dit plaatje, dat gaat over hoe je in de wijnbouw optimale vruchtdruiven kunt verbouwen. Nou, ik heb toen uitgelegd dat je, hier is die wijnstok en daar heb je 1 of 2 en soms nog wat dragers. En daarop groeien die ranken. En waar het nu om gaat is dat in die korte periode van bloeien tot de oogsttijd, dat je moet zorgen dat er zo dik mogelijke, rijp mogelijke vruchten aan die ranken groeien. En wat moet je dan doen? Knippen. Want die rank die houdt gewoon niet op om te groeien. Die gaat maar door, die gaat maar door. Dus het eerste wat die landman doet is afknippen op 2 of 3 trossen.
En daarna, op die rank, met die trossen, gaat hij voortdurend de concurrenten wegsnijden. Want dit zijn diefjes, die groeien iedere keer in die oksel. Elke keer weer komt er weer een dief, zomaar opzetten. Je verbaast je erover. En elke keer knipt hij die weg, of breekt hij die af in die oksel. Want die concurrenten die willen dat sap pakken. Uit die stok, helemaal diep, zo'n 30 meter wortel hebben ze in de bergen in Israël. Helemaal hier naartoe getransporteerd. En dan gaat dat sap verloren in die diefjes of in die ranken tot 3-4 meter. Wat geen druif oplevert. En dat is een continue bezigheid van de landman. Snoeien, opletten. Ik heb een plaatje meegenomen van mijn eigen opbrengst toen. Nou, ziet er redelijk uit. Maar je ziet wel hier dat er ook nog rare dingetjes in zitten. Die moeten er ook nog uit. Als je die in de wijn doet, wordt de wijn zuur. Wat een werk. Door die landman. En dan is het niet zo moeilijk om dit te snappen. Ik heb van verschillende mensen gehoord die ooit deze preek hebben gehoord. Dat zei, nou, ik heb het nu gedaan zoals jij zei in die preek. En dan komen we toch een druif aan. Dat is natuurlijk mooi. Maar als we de parallel moeten maken naar onszelf, wordt het even lastiger. En dan kunnen we de vraag stellen, waarom is het nu nodig dat wij, mensen, gelovigen, gesnoeid worden? Ik heb in die eerste preek dat als volgt uitgelegd. Wij zijn allemaal op een wereld gekomen die gebroken is. Waar mensen ziek kunnen worden, met een beperking moeten leven, waar ongelukken gebeuren. Waar mensen elkaar soms helemaal niet begrijpen. Op elkaar reageren wat niet goed is. Waar mensen de dupe worden van wat er allemaal gebeurt in deze wereld. Al dan niet met opzet. En het gebeurt in het groot, heel zichtbaar. In Syrië, waar al voor gebeden werd door Lau. In de Oekraïne, waar mensen uitgebuit werden, worden. Geen hoop meer hebben. In opstand komen. Wat weer leidt tot nieuwe ellende. Beschadiging, nog meer haat. En verdriet. Maar hetzelfde gebeurt in families, in gezinnen, hier om ons heen en misschien wel bij onszelf. Soms generaties lang. We komen bij de geboorte terecht in een vervloekte wereld. En dat klinkt hard, maar dat zegt de Bijbel. Een wereldsysteem waarin Satan zijn invloed laat gelden om mensen in zijn greep te houden. In onze wording tot volwassenen ontvangen we dus lang niet altijd wat we nodig hebben om ons gezond te ontwikkelen. Aandacht, liefde van onze ouders, bevestiging van hen en wie we zijn, begrip voor als het misgaat, ruimte om te worden zoals God ons heeft bedoeld. Integendeel, er is bijna altijd sprake van tekorten in hoe we worden. Teleurstellingen, beschadigingen, soms zelfs mishandelingen. Misschien niet altijd extreem lichamelijk, maar toch. En we houden er altijd meer of minder geestelijke schade aan over. Kwetsuren kun je zeggen, trauma's. Ook al zijn we ons daar niet van bewust. En ieder mens reageert vervolgens op zijn of haar manier op deze kwetsuren, beschadigingen. En ieder gaat zijn eigen weg met deze tekorten en trauma's. Zo kan iemand die heeft geleden onder de harde hand van zijn vader proberen om ook zelf aan de macht te komen.
macht uit te oefenen over anderen. Als compensatie. Maar ook uit angst. Om weer te maken te krijgen met dwang of beperking in het leven. In de vorige preek heb ik Zacchaeus genoemd. Vermoedelijk omdat hij zo klein van postuur was, koos hij voor de tollenaarschap. Als compensatie voor zijn kleinheid. Het gepest zijn. Dat hij niet de normale lengte had of de gemiddelde lengte. Als tollenaar kon hij prima zijn pesters terugpakken. Een ander voorbeeld is door veel vrolijke dingen te doen in het leven. Maximaal proberen te genieten. Eruit halen wat erin zit. Je kunt je overgeven aan allerlei kicks. Met het grote gevaar van verslaving. Je kunt ook gewoon flink meedraaien in het wereldsysteem. Hard werken voor huis. Een carrière. Hier en nu succesvol zijn. Dat geeft een goed gevoel. En dan voel je niet dat wat je vroeger aan tekorten hebt opgelopen. Weer een andere mogelijkheid is je afschermen van mensen. Zo min mogelijk contact met mensen. Kunnen ze je ook niet kwetsen. Kunnen ze je ook geen pijn doen. Kun je ook niet teleurgesteld worden. Denk maar aan die man in het evangelie. Die man die 38 jaar lang in het badhuis Bethesda lag. Op een matje. Nutteloos. Hij had zelfs geen vrienden die hem wilden helpen om in het water te gooien. Dat is ook een manier. Totdat Jezus zegt, wil jij misschien genezen worden? Ten slotte zijn er mensen die kiezen om altijd lief te zijn. Voor Jan en allemaal. In de hoop dat ze niet meer afgewezen worden. Zoals dat vroeger gebeurde. Dit zijn allemaal voorbeelden van eigen gekozen dwaalwegen. Als reactie op die kwetsuren, tekorten, beschadigingen in ons leven. Maar uiteindelijk leiden ze niet tot het leven, maar tot de dood. En dit wordt volgens mij bedoeld met die snel groeiende ranken en diefjes. Die leiden niet tot vrucht waarvoor die wijnstok is geplant. Al die zelfbedachte oplossingen ontspringen niet aan Jezus, de wijnstok. Ze zijn niet op God gericht en op de ander, maar op onszelf. Op ons verlangen naar geluk, het verdringen van pijn. Menselijk gezien heel goed te begrijpen. Maar het zijn even zo goed dwaalwegen waar we aan verknocht kunnen raken. Vaak zonder dat we het in de gaten hebben. En vaak realiseren we ons ook niet dat we met deze dwaalwegen onszelf, de ander en God tekort doen. Want we zijn tenslotte aan die wijnstok verbonden om vrucht voor onze Vader voor te brengen. Ik geef nog een voorbeeld om aan te geven hoe geniepig die diefjes kunnen zijn. Als iemand veel eisende ouders heeft, dan kun je als kind een passieve houding ontwikkelen. Niks doen, kun je ook niets fout doen. Maar je kunt ook kiezen voor een perfectionistische houding. Uit angst voor afwijzing. En om telkens maar weer bevestigd te worden. Ook dit kan dus een patroon worden in iemands leven. Ik heb een situatie meegemaakt dat iemand met zo'n perfectionistische houding gekozen werd als leider van het zangteam in de kerk. Omdat hij zo goed was in zijn werk, waren de verwachtingen hoog gespannen. Maar de eisen die hij aan zichzelf stelde, stelde hij ook aan de teamleden. En dit leidde al snel tot teleurstellingen bij de zangleider. En tot spanning in het team. Niet iedereen in het team zit immers zo in elkaar. Die teleurstelling en de irritatie bij die zangleider werden natuurlijk opgemerkt door de teamleden. Als het niet ging zoals hij zich dat had voorgesteld,
dan raakt ook die andere ontmoedigd. Onzeker. En uiteindelijk haakte ze af. De dienst en de vreugde aan God. En elkaar werd aangetast. Binnen dat zangteam. Nota bene. In het team van de lofzang voor God. Dit is een eenvoudig voorbeeld van het effect van een dwaalweg. Perfectie in dit geval. Het effect van deze dwaalwegen wordt wel duidelijk. Het is onvruchtbaarheid. Of zelfs vermenigvuldiging van de dood. Omdat het negatief doorwerkt ook naar andere mensen. Ook in de kerk. Ook in gezinnen van gelovigen. Gebeuren deze processen. Het gaat dus niet per se om super slechte dingen. Dat kan ook, maar dat hoeft niet. De gelijkenis van de wijnstok richt zich nu precies op deze dwaalwegen. De te lange ranken, die diefjes in ons leven, waar we ons soms niet van bewust zijn. Maar zolang die diefjes en te lange ranken blijven doorwoekeren in ons leven, staan ze de productie van de vrucht in de weg. En wat gebeurt er? Dan wordt God niet zichtbaar in ons. Dan kunnen we wel hier Gods lof zingen. En dat is mooi en goed. Maar straks gaat de productie van diefjes gewoon door. Dat kan. En daarom zegt Jezus. Dat is het nodig dat we gezuiverd worden van deze dieven. Van deze dwaalwegen. Om meer vrucht. Dus het goede van God zelf in ons en door ons te laten stromen en zichtbaar worden. In het leven van alle dag. Daarvoor wilde Jezus zich door zijn vader, de landman, laten planten. Op Golgotha. Voor dit doel. Dat wij aan hem meer vrucht zouden voortbrengen. Maar hoe gaat dat snoeien dan in ons leven? Hoe zuivert God de Vader, die landman, zijn kinderen, u en ik? Van deze doodlopende, doodverspreidende dwaalwegen, diefjes. In het Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen, maakt Jezus heel duidelijk dat vrucht dragen verbonden is met het blijven in Jezus. Ik heb de tekst op de PowerPoint gezet en die rode woorden zijn telkens weer, zoals Jezus zegt, blijven. 6 of 4, 5, 7 keer in deze paar teksten. Zo belangrijk is dit woord, blijven in Jezus. Het woord blijven zegt al dat Jezus het heeft over mensen die aan hem verbonden zijn. Jezus heeft het daarmee niet over mensen buiten de gemeenschap met hem, ongelovigen. Nee, hij heeft het over ons, over gelovigen. Hij heeft het over ons die al vrucht voortbrengen. In het zingen, in het danken, in het dienen. Maar het probleem is dat er tegelijk ook nog diefjes in onze levens groeien. Het lijkt dubbel als Jezus in vers 3 zegt dat de discipelen al rein zijn. Oftewel al zuiver, al schoon zijn. Terwijl hij in het vers ervoor heeft gezegd, zij die ranken, die vrucht voorbrengen, die moet ik snoeien om meer vrucht voor te brengen. Maar we moeten goed lezen. Het snoeien, het zuiveren is nodig om meer vrucht voor te brengen. Al in hoofdstuk 13 over de voetwassing, ook dan zitten ze al aan die avondmaalstafel, waar ik zo op terug zal komen. Al in hoofdstuk 13 heeft Jezus tegen de discipelen gezegd dat ze rein zijn. Als je al gebaat hebt
hoef je niet meer helemaal te wassen. Want je bent rein, zegt Jezus. Alleen je voeten moeten telkens opnieuw gewassen worden. Zo ook hier, als Jezus ons heeft geroepen tot zijn discipelen. En we hebben hem aanvaard als onze Heer en Meester. Dan zijn we aan hem verbonden. En dus verbonden met de bron van eeuwig leven. Waaruit mooie, rijpe druiven mogen groeien en ontstaan. Maar wij moeten daarvoor wel worden opgeschoond. Van dieven die voortkomen uit ons oude leven. Uit het proces van wording. En vers 7 wijst de weg naar dat snoeien. Dat schoonmaken van dieven in ons leven die ten koste gaan van de vrucht. Ik lees het nog een keer. Indien jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie blijven, vraag wat jullie maar willen en het zal aan jullie gebeuren. Om duidelijk te krijgen wat Jezus hier bedoelt, moeten we even teruggaan naar de avondmaalstafel. De seider, zeggen de Joden. Of Pesachmaaltijd, waar Jezus met zijn discipelen net vandaan is gekomen. Aan het slot van hoofdstuk 14 lees je dat. Dan zegt Jezus, laat ons van hier gaan. De plek waar ze Pesach hielden. En dan gaat hij, dat weten we natuurlijk wel, van die avondmaalstafel door het dal Kidron op weg naar Gethsemane. Daar zal hij gevangen worden genomen. En even daarna gekruisigd worden. En op weg daar naartoe, uitgerekend dan, gaat Jezus die gelijkenis vertellen over deze wijnstok. Met die Pesachmaaltijd herdachten de Joden Gods verlossing uit Egypte en zijn weg met hen door de woestijn. Als voorbereiding op het leven met God in Kanaan. Maar op zijn laatste Pesach voegt Jezus een nieuwe inhoud toe aan die maaltijd. Vanaf nu moeten ze die maaltijd houden tot Jezus gedachtenis. Vanaf nu moeten ze gedenken wat Jezus voor hen deed. Niet alleen wat God ooit toen, 1500 jaar geleden, voor hen deed. Met een machtige hand en uitleiden uit Egypte. Vanaf nu mogen ze gaan gedenken wat Jezus voor hen heeft gedaan. In Psalm 80 vers 9... En lees de hele psalm maar eens als je wilt. Dat is de voorbode van deze gelijkenis. Daar lezen we dat God Israël als wijnstok uitgegraven had. Uit Egypte. En geplant in Kanaan. Om voor hem goede vruchten voor te brengen. Maar dat gebeurde niet. En nu laat Jezus zich als wijnstok planten. Op Golgotha. Hij gaf zichzelf volledig. Volledig om Gods wil te doen, zoals het volk Israël dat niet heeft kunnen doen. En dan geeft Jezus eigenlijk twee dingen. Zijn lichaam, waar we aan denken als we het brood eten. En zijn bloed, waar we aan denken als we de wijn drinken. Over beide wil ik een paar dingen zeggen. Eerst over het lichaam. Jezus liet in zijn leven op aarde zien wat God bedoelde met het gehoorzamen van zijn vader. Met het liefhebben van mensen. Het dienen van mensen in hun nood, in hun ziekte. Kijk maar eens hoe Jezus oog had voor Zacchaeus, waar we het over hebben gehad. Over zijn wording, zijn dwaalweg. Ik moet bij jou zijn, zegt Jezus tegen Zacchaeus. En Zacchaeus opent zijn leven, laat zich snoeien, geeft geld terug en wordt een zichtbaar beeld van God op aarde. Kijk maar eens hoe hij bij de Samaritaanse vrouw ging zitten op het heetst van de dag. Twee keer fout. Je praat niet met een vrouw en ook niet met een Samaritaan. Maar Jezus doet het. En het eindigt erin dat ze haar zonde beleidt en Jezus gaat verkondigen aan de mensen in de stad. Ik zou vele voorbeelden kunnen noemen wat Jezus deed. Hoe hij liet zien in zijn leven wat een geweldige God en Vader wij hebben. Hij koos in zijn leven voor hen. En voor ons,
En niet voor zijn eigen carrière. Voor zijn eigen gemak. Hij accepteerde de afwijzing en de verguizing door de Joodse kerk. Op weg naar het kruis laat hij zich ook nog eens slaan, bespugen, uitschelden. Zonder terug te slaan, zonder te zondigen. In Jezus' leven op aarde zien we de liefde van God voor de mensen, voor u en mij. En in zijn mishandeling zien we tegelijk de ernst van onze ziekte. Van onze dwaalwegen. Waartoe we in staat zijn vanuit onze gebrokenheid. Vanuit onze beschadigingen. Hoe ver wij van God zijn afgeraakt. Van dat beeld wat God had bedacht voor ons. En op het laatste Pesach zegt Jezus, neem, eet van dit lichaam. Dat ik voor jullie geef. Hij wil dat we voortdurend zijn leven nagaan. Belezen. Onderzoeken en gedenken. En dat tot ons nemen. Voortdurend. Als voorbeeld voor ons leven. Hoe God ons wil maken. En tegelijk, als we naar Jezus kijken, is het een spiegel voor onszelf. Om te ontdekken, waar zitten mijn dwaalwegen? Mijn diefjes die mij verhinderen om ook zo als hij te leven, te kijken naar anderen. Tot eer van de Vader, want daarin wordt de Vader zichtbaar. En hoe u en ik naar die ander toe gaan, naar hem of haar kijken, hem of haar liefhebben. In plaats van te gaan voor ons eigen verdringen en opheffen van pijn uit het verleden. Als tweede wil ik wat zeggen over dat bloed wat Jezus voor ons geeft. Dus zijn leven in de dood op het kruis als offer voor onze schuld. De schuld voor het wegduwen van God uit mijn leven. Het wegduwen of negeren van de naaste, de andere kant op kijken. Het leven voor onszelf. Uit de wijnbeker drinken. Ik heb een wijnbeker meegenomen. Als we daaruit drinken, erkennen we dat hij stierf voor mijn schuld. Voor mijn schuld, voor alle zonden en dwaalwegen. Maar het is tegelijk het uitspreken van mijn verlangen om vruchtbaar te worden, zoals Jezus. Door dit geloof, het leven van zijn lichaam en bloed, ben ik verbonden met Jezus, die zich liet planten op Golgotha. In Johannes 6, vers 53, ja, eigenlijk moet je het hele Johannes-evangelie in één keer lezen voor zo'n preek, maar dat kan natuurlijk niet. Maar in Johannes 6, vers 53 zegt Jezus, tenzij je mijn vlees en mijn bloed drinkt, heb je geen leven in jezelf. En vreemde woorden, en de Joden snapten het ook niet, ze vroegen om uitleg aan Jezus. Maar Jezus bedoelde alleen door voortdurend gericht te zijn op Jezus, op zijn leven, hoe hij leefde, hoe hij God liet zien. Door voortdurend te zien op zijn verzoening. Voor mijn tekorten en mijn schuld. Door telkens opnieuw zijn leven te aanvaarden als spiegel. Voor mijn eigen leven. Om te zien waar het hapert in mijn leven. Alleen zo, door voortdurend te eten en te drinken. Word ik vruchtbaar gemaakt. Door naar Jezus' leven te kijken, door zijn woorden serieus te nemen. Wil de Geest dat verlangen. En u en mij gaan werken. Zo doet God dat. Het verlangen om meer vrucht te dragen. Om op hem te lijken. En deel te nemen op die manier in het plan van God. Om wijn te maken voor de Vader. Jezus wijnstok, wij als ranken. En door Jezus dagelijks te eten en te drinken. Mag ik ontdekken waar het bij mij niet goed zit. Naar die ander. Familie, vrouw, kinderen, mensen om mij heen.
En mag ik vragen wat die dieven nou precies zijn? Waarom ik soms zo krampachtig vasthoud aan bepaalde dwaalwegen? Voor mijn eigen waarde, mijn geluk, mijn goede gevoel. Door voortdurend Jezus te eten en te drinken, wil Hij mij bereid maken om die dwaalwegen op te geven, te verlaten en achter Jezus aan te gaan. Allemaal voor die wijn van de Vader. Nu kunnen we het geheim van het snoeien begrijpen. Het wordt langzaam zeker wel duidelijk als we dat nog een keer lezen of horen. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag dan maar wat je wilt en het zal aan jou gebeuren. Dus als ik voortdurend eet van Jezus, aanhoudend in hem blijf, zoals dat in de Griekse tekst staat, zijn woorden in mij blijven, dan mag ik vragen wat ik wil. En als we zo dicht bij Jezus en van Jezus leven, wat zouden we dan anders vragen dan dat God van me wegneemt wat hij me heeft laten zien, wat in de weg zit, om God zichtbaar te maken? Wat zou ik anders vragen dan dat hij mij zuivert van dat stukje dwaalweg, van die dief die iedere keer zorgt voor bonje, voor ruzie, voor boosheid in mijn leven of in ons gezinsleven, op mijn werk of in de kerk? En dan zal hij ons gebed verhoren. Maar gaat hij dat wegnemen, dan worden we mooier. Dan gaat hij ons bevrijden van die dwaalweg. Misschien niet in één keer, maar dan gaat hij het doen. Zodat er meer ruimte komt voor vrucht aan mij. Zodat de geest kan stromen. Maar wat nog mooier is eigenlijk, is dat dit proces maakt dat mensen om ons heen zien dat ik met God leef. Dat God mij verandert. En reken maar dat de omgeving dat ziet als je verandert. Kleine dingetjes. Het wordt gezien. Het wordt gezien omdat de geest dan kan werken. Die gaat ook in die ander werken. En die opmerkzaam maken over wat God doet in ons leven. Als de leider van het zangteam van het voorbeeld zich van zijn dwaalweg bewust zou worden, waarom hij perfectionistisch is en dat najaagt. Als hij God zou vragen hem te verlossen van zijn dwaalweg en hem te hulp zou komen in zijn beschadiging en pijn van vroeger, dan zou hij vruchtbaar kunnen worden voor God en anderen. Dan zou hij zich niet langer hoeven laten misleiden door zijn perfectionisme en onvrede, onzekerheid zaaien. Nee, dan zou hij als leider begrip kunnen gaan opbrengen voor anderen in zijn team die ook nog te maken hebben met dwaalwegen. Worstelen met teleurstellingen van vroeger. En dan zou hij een voorbeeld voor hen kunnen zijn. Muziek maken zou een middel kunnen worden om gemeente te zijn. Elkaar te zien in de worsteling van het groeien geestelijk. In het produceren van wijn voor de Vader. Deze vraag om zuivering van ons leven zegt iets over de intimiteit tussen God en ons. Van ons vertrouwen in onze Vader, om hem toe te laten in mijn leven. Hem zo dichtbij te laten komen met zijn liefdevolle handen. Hem weg te laten nemen en te genezen wat onvruchtbaar is. De weg te openen voor de vrucht die hij zelf bedoeld heeft en laat groeien in ons leven. Die we samen, ja, bedoeld voor de wijn, die we uiteindelijk samen met de Vader en Jezus mogen genieten. Hier al en straks eeuwig. En de Joden zeggen bij het drinken van die beker, l'chaim, op het leven met God en elkaar. Amen. Ik wil kort gaan danken voor Gods woorden en voor wie we mogen zijn voor elkaar. En ik geef dan ook een kort moment waarin u naar God toe kunt uitspreken wat de Geest u nu al heeft laten zien. Welke dwaalweg u misschien aan hem wilt vragen, laten zien
of misschien wel aanbieden om hem weg te nemen. Heer onze God, wij danken u hartelijk voor uw woord. Dat u op zo'n wonderlijke manier dingen vertelt aan de discipelen en ook aan ons. Waardoor ook wij mogen ontdekken wat uw bedoeling is met Jezus en met ons. Heilige Geest, u hebt vanmorgen ons misschien al aangewezen welke dwaalwegen, welke diefjes in ons leven er zijn, die telkens de vreugde voor u, de vrucht voor u wegnemen. Heere God, doe wat u hebt beloofd. Als wij het u vragen, neemt u het dan weg. Help ons om het los te laten en te vertrouwen dat u iets goeds tot stand brengt in plaats van die dingen. We danken u, Vader, onze landman, dat u ons hebt gehoord en dat u graag in ons leven aan het werk gaat. Zegen ons daarin, in Jezus' naam. Amen. Wij gaan nu zingen opwekking 706 en daarna is het avondmaal. Wie wil worden zoals?
wil dit stukje met u lezen uit 1 Korintiërs 10, vanaf vers 14 tot 17. Om deze reden moet u, geliefde broeders en zusters, u verre houden van de afgodendienst. Ik spreek tot verstandige mensen, dus u kunt wat ik nu zeg naar waarde schatten. Maak de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus? Maakt het brood dat wij breken ons niet één met zijn lichaam, het lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij, hoewel, met velen één lichaam. Want wij hebben allen deel aan het ene brood. Romeinen 12 vers 5 zegt het op deze manier. Zo zijn we samen één lichaam in Christus. En zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. Een gemeenschap van christenen in gemeenschap met Christus. Brood wijst naar het fysieke lichaam van Jezus. Maar brood wijst ook naar zijn, met alle eerbied, mystieke lichaam, de gemeente. Zoals het kruis een symbool is van de verbinding vanuit God door Jezus naar de mens, naar de gelovigen en de verbinding met elkaar. Er is een verbondenheid met alle gelovigen in Christus. Sinds dat u een kind van God bent, bent u één met Hem. En bent u een lid van het lichaam waarvan Hij het hoofd is. Eén brood. Daarom mag er niets tussen u en God zijn en u en uw naaste. Als dat wel zo is, maak het dan eerst in orde voordat u deelneemt. Avondmaal is een lofprijzing met een beker van dankzegging. Hij verlangt daarna vurig om met u de maaltijd te houden. Avondmaal is een gedachtenismaaltijd. En Jezus zegt op dit moment, denk aan mij. Als de schaal straks over uw schoot gaat, zegt Jezus tegen u, broeder, zuster, ik wil maaltijd met je houden. U ook met hem? Laten we een kort moment van stil gebed nemen. Een moment tussen God en u. Dank u wel, Jezus. Amen. In onze gemeente kennen we de goede gewoonte dat u als gast ook kunt deelnemen aan de maaltijd. We vragen wel van u of u dan, als u voor het eerst meedeelt, even wil gaan staan en in één of twee zinnen wil zeggen wie u bent en wie de Heer voor u is. Ik weet vanuit hoe ik dat zelf in het verleden had, hoe moeilijk dat misschien lijkt, maar het is waardevol. U kunt getuigen van wie Jezus is in uw leven. Maar ook is het fijn om te weten bij wie u aan tafel zit. Dus als er mensen zijn die met ons mee willen delen in de brood en de beker, dan geef ik nu de gelegenheid om te gaan staan en kort uw getuigenis te geven. Welkom. Welkom aan de tafel van de Heer.
Welkom. Welkom. Dan gaan we nu over tot het viering van het avondmaal. Het brood dat wij breken is in de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer, Jezus Christus, gebroken is tot een volkomen verzoening van uw zonden. Broeder, wil je danken voor het brood? Heer, u hebt gevraagd om te gedenken. Heer, dat doen we graag. Maar Heer, ja, als we beseffen wat u voor ons gedaan hebt, net ja, toen we dat brood braken, ja, zo bent u gebroken geweest voor ons, Heer. En Heer, hoeveel kunnen wij hier u voor danken? Dat is onmogelijk. Zoveel woorden zijn er niet. Maar Heer, we danken u daarvoor. En u hebt dat gedaan, ook voor onze zonde. Heer, ja, hoe bijzonder. Maar ook voor onze gebrokenheid, voor onze afwijzing. Heer, en dat maakt het zo mooi, Heer, dat we dan elkaar als broeders weer in de armen kunnen sluiten na zoveel jaren. Heer, dat emotioneert mij. Maar Heer, we danken u daarvoor dat u dat gedaan hebt. Heer, wil ons zo deze maaltijd zegenen. Amen. De drinkbeker die wij dankzeggen en zegenen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Broeder, wil je danken? God in de hemel, wij willen u bedanken, Heere, dat wij hier met elkaar het avondmaal mogen vieren. En dat wij hier nu staan met het beker. Heere, symbool ook van het bloed, het leven en de mens. Heere, mogen wij drinken, proeven en in ons nemen het leven van u. In ontvangst mogen nemen, omdat u stierf voor ons. Geeft u het leven aan ons. Dank u wel. Heere, dank u wel, Jezus Christus, voor dit verzoenend bloed. Amen. Het brood zal bij u langskomen en kort daarna de wijn.
wij mogen eten, omdat zijn dood voor ons het leven is. Wij zijn in, hij heeft betaald. Met feest van dit levensbrood en de wijn van zijn offerdood vieren wij onze liefdesbrand rondom de tafel van de Heer. De genade.
Gisteravond toen ik naar huis reed, toen was er voor 1008 een interview. En dat ging over het avondmaal. En deze broeder die nam de vergelijking. En hij zei, het avondmaal is een feestmaaltijd. Hij zegt, net als in de oorlog, we herdenken de slachtoffers op 4 mei. En dat is verschrikkelijk geweest wat er toen gebeurd is. Maar wij, dezelfde mensen, gedenken op 5 mei het feest van de bevrijding. En zo is het ook met het avondmaal. We mogen het feest vieren van de bevrijding door het offer van het lam. En ik wil 1 of 2 broeders vragen, of zusters, die samen met ons God willen danken. En dan zal ik afsluiten. Dank u, lieve Vader, wie u bent, in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, en dat wij
wij dit feest mogen vieren. Heer, en ik wil bidden om een zegen voor deze komende week, voor de komende tijd. Heer, en dat we het snoeien in gelukkig aan u kunnen overlaten. Heer, om te groeien zoals u wilt wie we zijn. Dank u, Jezus, voor uw geweldige offer. Amen. En het is ons alles gegeven, met het oog op wat komt. Er is een stad met gouden straten. Laten we deze dienst daarmee afsluiten. Zullen we gaan staan? En jubel het maar uit, want dat is onze hoop en dat is onze toekomst. Er is een stad met gouden straten, vol van Jezus, heerlijk fijn. Er is een weg die daarheen leidt, daar is leven in eeuwigheid. Alleen door u, alleen door u, alleen door u dan. Vraag dan ook nog even te melden dat er na de dienst gelegenheid is om met mensen te bidden.
En ik denk dat u al weet waar en welke ruimtes of hoeken van dit gebouw dat kan. En vanavond om 7:00 is er een zang- en gebedsuur. Op weg naar die stad, daar zijn we nog niet, hebben we dus te maken met groei, met veranderingen in ons leven, met het oog op die toekomst. En dat kost ons wat, hè? Dat laten snoeien. Maar het levert ook zoveel moois op. Gelooft u dat, broeders en zusters? Het is een vorm van lijden voor vrucht van de wijn van de Vader. En ik geef u zegen mee waarin het gaat over dat proces. De God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid. En al straks die stad ook nog. Hij zal u door een korte tijd van lijden hier en nu volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Want bij hem is alle kracht. Vraag het hem. Amen. Wel thuis.